jij doet het of ik? Ja, ik wil het ook goed doen. Ja? Oh. Ja. Heb je al een doekie om er even een beetje te deppen? Ja, die is goed. Ja, het is jouw huid. Niet even ontsmetten? Nee, besoden. Wat moet die erin? Gaat hem er gewoon inschroeven. Ja, ik ben wel voorzichtig hoor, denk ik. Ja, ik weet niet of ik het met links kan. Kijk, in principe hoef je hem alleen maar in het gaatje. Ja. Duim gewoon naar beneden. Dat die erin. Ja. Ben je ready? Haalt hij erop? Ik niet. Oh, moet hij even. Oh. Ja, kom. Ik vind het ook nog goed. Het is vlees, man, met raar. Ja, dat weet ik. Grapje? Oh. Gewoon eraf lik. Een beetje buikje zou erbij. Daar wil ik het best wel een beetje over denken. Niet dat te vallen, hè, dat ding. Nee, maar anders dan. Zoeken we ons helemaal de tering staan. Ja, dat is ook leuk. Nee, joh, anders is het vol met ziektes of zo. Komt ie? Dit is nou eens een beetje schuin. Is er in. Helemaal ingezoomd die camera? Of, Nee. Niet te dichtbij, hè? Dus is goed in de wind dan. Verder? Niet helemaal. Kut. Ja, moet eerst een beetje schuin doen. Komt die? Take two. Oh, god. Ik liep even te pilken, jongen. Zag je dat? Een tering zeer ook. Sorry. Kom op. Zo. Kom daar. Oké, dan gaan we. Nou, draaien. Draaien? Ja, een beetje draaien, maar. Goed. Als je je hand zo blijft bewegen, dan. God. Ga ik eens proberen om. Ronnie. Ja, anders gaat het hem niet meer worden, hè? Nee, dan is het meteen dicht, joh. Een kut op. Je bent natuurlijk self-healing. Ja, of we moeten deze andersom doen, zoals hij er officieel in hoor. Dat kan natuurlijk ook. Misschien dat hij dan wat makkelijker. Ja, ik zal zo'n visklemmetje voor je kopen. Heb je geen wat losser tangetje, Ronnie? Nee, dit is niet echt. Het is weer zo'n Rodam geval ding. Ja, met één hand, laat het mij dan even doen. God, moet ik hem er anders in stouwen? Nee, ja, jij bent goed aan het filmen. Hè? Ja, nou lukt het me waarschijnlijk wel, joh. Ja? Ja, natuurlijk. Gewoon hup, plop erin douwen en dan ben je klaar. Gewoon duwen. Dat je een klik je te weinig, voelt. Een klik voelt? Ja. Nou, als je klik zegt, dan zit je tegen het bot aan, hè? Nee, als je klik voelt, dan spat hij vast in de huid. Dan zit hij erin. Ik heb het idee, ik moet even een hamer erbij pakken. Ja. Het gaat niet echt makkelijk dit hoor. Ja, ja, denk je dat ik probeer nog een beetje voorzichtig die boel te stationeren. Ja, als je zo meteen uitschiet, gozer. Oh, ik kan niet reanimeren. Ik zat even verkeerd, wacht even. Ik kan niet reanimeren. Met de naaste poer. Dit is wel heel ziek. Fucking hell. Ik kan gewoon een duim tussen, man. Hij zat er niet meer erin te duwen. Kijk dat hij niet wil. Komt ie. Wat een klote hobby is dit. Ja, jij dacht dat het bij mij lag zeker, of niet? Nee. God. Heb je geen andere tank? Vleden keer, nou, met die pincet ging het zo makkelijk. Nou, Robbie wil het overnemen. Nee, niet overnemen. Hij noemt zichzelf wel de slager, maar voor de rest moet je gewoon vertrouwen erin hebben. De hobby is je moet het wel een beetje in het zicht houden, hè, gozer. Nou, wat spel over kunt zeggen. Dit is weer een kale ding. God, wat een kut. Ken je beter gewoon die tang erin? Misschien gaat het makkelijker, hè? Mm-hmm. Dit is een echte skin diver. Dit is zo'n mini klein homo dingetje. Lijkt mij ook weer niet. Dat is ook niet goed. Je hebt... Ondertussen zit er al bramen aan dat ding, zie je? Ja, zo'n kromstatief is. Ja, ik zou hem er niet eens meer in. Dan grijpt hij zich zo meteen te goed ik vast. Ik zou hem niet meer doen. Weet je wat dat kost, die flauwekul appelenkop? Met een spijt is dat. Operation Tank 3. Wacht even hoor. Hier, deel nu eens. Voor mij klikte die erin. Ik weet het niet. Moet je je tang open doen. Dus je... Trek jij die tang eens open voorzichtig? Voorzichtig. Yes. En hij zit weer. Nu andersom. Ook leuk.